het is een heel andere tijd, hè? Die tijd laat van jouw bed over, grootvader, dat is echt van voor de oorlog. Dat is zo'n andere tijd. Jouw bed over, grootvader, woonde in Suriname. Nou ja, dan had je daar natuurlijk één ding. Het was wel wat warmer dan hier. Dus daar had je niet zoveel zorgen om je huis warm te krijgen, om je was droog te krijgen. Dus ja, dat was toch wel iets aangenamer. Dus dan kon je ook meer buiten leven. Kijk, als je in een land woont waar winters koud zijn, ja, dan moet je je voorzorgsmaatregelen al nemen in de zomer. Ik denk dat in Suriname er misschien heel andere problemen aan de hand waren dan wat wij hier hadden. Ik vind het mooi. Ja. En het heeft wat. Ja, ja. Dit beeld is voor mij een blakkerman, een blakkerman. Dit beeld voor jou is voor mij een blakkerman, klaar. Het straalt kracht uit, ja, dat zeker. Het straalt een bepaalde, het straalt een bepaalde kracht uit, ja, sowieso. Ik vind het mooi. Ja. Nou, ik vind een status, het beeld, iets van slavernij-achtig lijkt het een beetje op, weet je. Maar is het niet, maar lijkt het wel een beetje op slavernij in een beeld, lijkt het een beetje op. Gewoon die kracht, weet je, die vormen, weet je. Het heeft een bepaalde, ik weet niet, een uitdrukking op een of andere manier. Maar het heeft ook wel weer wat, weet je wel. Dat je zegt van, wauw. Snap je wat ik bedoel? Weet je, ik hou wel van kunst hoor, weet je wel. Dus top gedaan. Ik vind dit heel abstract. Ja. Maar ik zie het niet hoor, heel eerlijk. Een associatie met Tangram, een spelletje. 3D dan, Tangram dit. Allemaal zwarte driehoekjes. Vierkantjes. Waar je vroeger dan kreeg je zo'n silhouet in het zwart en dan moest je dat namaken met driehoekjes en een vierkantje en zo. Ik liep even naar de voorkant om naar het gezicht te kijken van het beeld, zeg maar. En van de zijkant was het voorhoofd wat geprononceerder, zeg maar. Daar had ik associatie bij van het was echt een denker. Maar ja, en van de voorkant is hij wat meer, komt hij wat meer tot zijn recht, vind ik, qua gezicht. Nee, meer een soort geheel, meer in balans. Vond ik. Als je van de linkerkant komt, zeg maar, dan is hij wat meer aan het denken. En als je dan meer naar rechts loopt, dan denkt hij, oh ja, dat was het. Zo alsof je een soort van verhaal krijgt als je eromheen loopt. Ja, niet direct nu, maar het werkte voor mij wel. Dus het hoeft niet gelijk ingevuld te worden of zo. Vind ik dat wel leuk. Ik ga zo ook even naar de andere kant lopen. Ga kijken hoe die van achteren eruit ziet. Ik vind het heel mooi. En het lijkt wel steenachtig, ja. Maar ik had meer zoiets van, je klapt hem uit. Totdat jij begon over een portret. En toen dacht ik van, dan zou je er ook wel iets anders van kunnen maken. Het transformeert in één keer tot iets heel anders. Als je zegt, je hebt het over je verleden of zo. Het zijn maar gedachtenspinsels, hoor. Dat sowieso van, maar toen je begon over het portret, en dan zie je gelijk een neus erin natuurlijk. Ja. Maar ik vind het altijd wel spannend als je dingen, als er iets anders van kan komen. Of dat je nog iets te onderzoeken hebt. En waarom heb je precies die vormen zo gedaan? In die driehoeken? Waarom niet in een ronde vorm? Of, nou ja, dat vraag ik me dan meer af. Als jij wat op zoek bent naar het verleden, zeg maar, van jouw familie. Dan kun je ook wel eens voor verrassingen komen te staan. Hoe kun je dat uitbeelden? Hoe kun je verrassingen uitbeelden? Want jij hebt dit uitgebeeld en door te zeggen dat is de neus, wordt het heel duidelijk. Zo van, het is een gezicht. Maar ik zag jou aankomen lopen zo en ik kom zo aanlopen. Ik denk, wat gaat die nou toch in godsnaam doen? Is het een muziekinstrument of zo? Of zoiets meer. En dan vind ik het wel heel verrassend dat jij met zo'n foto komt van jouw overgrootvader. En dat dit eruit is gekomen. Ja, ik ben met mijn familie op een andere manier bezig geweest. Ik heb kanker gehad.
En er was heel veel kanker in mijn familie. Maar dan kan ik moeilijk zeggen tegen mijn familie van... door jullie heb ik die genen en dan daardoor heb ik kanker. Nee, dat is niet zo. Ik leef gewoon nu, vandaag. En de volgende generatie breng ik het ook over. Mijn jongste was 3 jaar, mijn oudste was 12 toen dat gebeurde. Ondertussen is mijn oudste dus 26 en mijn jongste is 17. En we're still going on, hè? En dat, zo werken generaties ook natuurlijk. Kon ik me graven, kon ik mijn stamboom uitvinden waar de mensen van mij vandaan kwamen. Maar er is weinig geschreven, dus ja. En de zwijgplicht, we mochten niet over het verleden praten. En deed je dat, dan krijg je een draai om je oor. Kon ik maar meer van mijn geschiedenis ontdekken. Dat mis ik. Ik mis een pissenstukkel. Mijn ouders zijn Frans. Ik ben op de Nederlandse kant van Sint Maarten geboren. Mijn grootvaders zijn van de Dominicaanse Republiek. En mijn grootmoeder zijn van Britse afkomst. Maar het gaat dieper, veel dieper. Ik heb echt een grote familie. Laatst heb ik van mijn vader gehoord dat ik familie heb in Rusland. Dus ja, ik weet het niet. Ook op Franse eilanden, verschillende Franse eilanden. Ook Native Americans, dat weet ik veel. Ja, ook Chinezen, dus ja. Ja, ik moet het nog verder uitzoeken, maar ik krijg al hoofdpijn. Met al die eilanden. Weet je wat ik me afvroeg? Ik vroeg me af van wat je bedovergrootvader daarvan zou vinden. He, als je in een gesprek samen, als hij een kritische houding naar jou toe zou hebben. He, zoals kunstenaars dat onderling kunnen doen in werkbesprekingen of in... schouwen of tentoonstellingen. Ja, dat was benieuwd naar wat je daarvan van zou zeggen. Hij heeft in ieder geval dingen nagelaten. Dus, maar je weet nooit in hoeverre iemand met zijn nalatenschap is bezig geweest, denk ik. Of iemand dat ook echt heeft gewild. Dit leven, ik heb mijn ding gedaan, laat maar waaien, het komt wel goed. Ja, maar nu til je me eigenlijk weer uit de vergetelheid vandaan. En dat is nogal wat, denk ik. En als jij allerlei dingen van je bedgrootvader hebt gevonden of zo, ja, misschien is het maar een fractie ervan wat je hebt gevonden. En ja, misschien kun je wel gewoon niet een compleet beeld geven of zo. Je geeft sowieso een andere interpretatie aan wat je van hem weergeeft dan wat hij zelf had gedaan. Dat is zeker. Op een gegeven moment zijn overleden, kleine 3 jaar geleden. Ja, dan wil je voor jezelf ook een beetje weten van waar kom ik vandaan, hoe zit het nou precies met onze familie. En zeker omdat ik zelf niet hier ben geboren. Ik weet dus dat mijn opa's, de een is dan in Burma en de ander in Midden-Java begraven. Ja, daar wil je toch meer van weten. Mijn opa van vaderskant die was bij het KNIL, werd gevangen genomen toen hij daar diende bij de artillerie. Toen hij 19 was, werd hij door een vriendschappelijk vuur, op bombardement van de geallieerden, getroffen. Nou, mijn vader heeft zijn eigen vader dus nooit gekend. Daar wist ik er weinig van. Opa van andere, van moederszijde, die is achtergebleven toen mijn oma met haar kinderen naar Nederland kwam. Omdat ze gescheiden waren. Nou, dus die opa heb ik ook niet gezien. Maar ik vind het wel heel mooi dat jij een 3D... model heb gemaakt voor jou op een bedovergrootvader, maar ik weet heel weinig van mijn grootvader, dus van bedovergrootvader nog minder, maar ik ben er nog meer in geïnteresseerd. Ja, ik ben half Europees, half Aziatisch en dat is wel leuk eigenlijk. Ik zie daar wel de leuke kanten van. Ja, dat is ook wel minder leuke kanten misschien, maar ik heb er zelf eigenlijk vrij weinig nadelen van ondervonden. Ik heb ook altijd leuke mensen om me heen gehad die daar niet zo moeilijk over deden.
leuk is dat je gewoon, zeg maar... Ja, je hebt de best of both worlds. Aan de ene kant heb je dat individualisme dat je hier in Nederland is sterk hebt. Aan de andere kant heb je ook dat Aziatische, die bescheidenheid, hè? Dat Oosterse. En het leuke daar vind ik dat hoe moet ik het zeggen? Het filosofische, de filosofische kant daarvan. Ja, dat hele filosofische denken, dat zit toch veel meer in mijn Aziatische kant, zeg maar, hè? Die interesse daarin. Nou, Kap Verde ligt in West-Afrika, 600 kilometer van Afrika vandaan. Dus vanaf hier 6,5 uur vliegen. En in de tijd van de slavernij was Kap Verde de hoofdkwartier van de slavernij. En op het moment dat Kap Verde vol werd, zijn ze verhuisd naar Nederlandse Antillen. En daar werd de tweede hoofdkwartier. Daar gingen ze ook vanaf daar naar Suriname en al die andere landen in Zuid-Amerika. En Nederland is de laatste land ter wereld die de slavernij heeft afgeschaft. Dus zo'n 165 jaar geleden. En het is dus een zwarte bladzijde die Nederland heeft, dat zij niet te willen toelichten aan de geschiedenis van hoe ze met de slaven omgingen. Dan hebben ze mensen ook tijdens de reis naar Zuid-Amerika, hebben ze ook in zee gegooid, ook levend. De rijkdom die Nederland nu heeft, heeft te maken met dat. Ja, en als je ziet dat men hier nog wordt gediscrimineerd, in die richting kijk je bijvoorbeeld aan Zwarte Piet, dat ze nu proberen weg te krijgen. Mensen worden op straat gediscrimineerd. Dus dat vind ik een gemiste kans, dat ze ook die zwarte bladzijde even toelichten, dat men gewoon gaat zien, hey, jullie hebben fout gedaan. Die is al zoveel jaar geleden en we gaan nu op een andere bladzijde verder, maar met een schone lijn. Ik ben niet verder gekomen dan mijn grootouders, want er werd ook verder vroeger nooit met ons gesproken over wat geweest was en zo. Alles was geheimzinnig. Alles was een beetje, en alles wat er anders uitzag dan zij, dat was al helemaal buitensporig. Dus ik ging me ook heel erg jong, ging me al heel buitensporig kleden. Dat hele dorp liep uit, weet je wel, zoiets dergelijks. Nou, ik was de eerste die in een hotpant ging met lakschoenen en een maxi-jas. Dus dat kan je nagaan in de jaren 60. En allemaal zulke soort dingen. Dus nee, als mijn ouders, vooral mijn vader, als hij mijn moeder, die was veel toleranter. Die dacht, ach, dat zijn allemaal dingetjes van de tijd. En, maar ik ben altijd wel zo gebleven, zeg ik. Ik ben nog niet iemand van 76, niet achter de graniums in een driedelig kostuum. Nee, echt niet. Dat zal niet gebeuren ook. Ja, als wees is het heel zwaar, maar de vrijheid om je te ontwikkelen is natuurlijk wel heel erg sterk, want er zijn bijna geen belemmeringen. Ik moet daar ook weer het positieve van inzien. Mijn glas is altijd half vol. Ja, mijn opa zei al, het leven bestaat voor een groot gedeelte uit geluk. Dus dat je op het juiste moment een kans tegenkomt, maar dan moet je hem ook wel pakken. En ja, je kan helemaal de verkeerde kant op gaan. Het ligt natuurlijk ook aan je geestelijke gesteldheid of je vermogen om het positieve in het leven te zien en op te pakken. En dan kan je heel veel bereiken natuurlijk.